graszoden, paaltjes, planken, grond, betontegels, planten, het nodige gereedschap en mannen die van aanpakken weten. Dat zijn de ingrediënten voor een mooie wedstrijd tuinaanleg. Drie teams van verschillende VMBO-locaties van Zonnecollege maken een daktuin volgens een strak ontwerp. Met plantenvakken, een kruidentuin, een gazon met stapstenen en ze moeten een boom plaatsen. En wat er allemaal bij komt kijken? Nou, uitzetten, egaliseren, afrijden, waterpas natuurlijk, bestraten, beplanten, overleggen, zagen, schroeven, meten, checken en weer overleggen. Je kunt er maar druk mee zijn. En dit alles onder het toeziend oog van een professionele jury, met docenten en experts uit het bedrijfsleven. Wat me verbaast is het VMBO-niveau, dat deze jongens dit werk op dit niveau hebben kunnen afleveren. Geweldig! Ach, en die geven ook nog wel eens een tip. En hier en daar een helpende hand. En het resultaat, dat mag er zijn. Uiteindelijk ben ik dik tevreden hoe het is gegaan. En een mooi teuntje neergezet in de korte tijd. Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Maar weet je, het maakt niet uit, dan vind ik al gewoon even flan. Het is een leuke leerproject wat je dan hebt. Na nog niet eens 4 uur zijn 3 mooie daktuinen klaar voor beoordeling. De eerste prijs wordt gewonnen door Tom en Kevin van VMBO Groen van het Zonnecollege uit Borculo. Gefeliciteerd, mannen. Ja, ging maar goed. We zijn wel lekker bezig geweest. Niks. Gewoon net zoals normaal. Ja. Als ik nu het resultaat zie, ben ik er wel blij mee. Deze mannen hebben vandaag weer laten zien hoe mooi het is om in de groene sector te werken. Zonnecollege. Haalt je beste binnenste buiten.